In China is vanmorgen 3 minuten stilte gehouden, precies op het moment van de zware aardbeving een week geleden. Met het stiltemoment zijn 3 dagen van nationale rouw ingegaan. Om precies 28 minuten over 2 houden 1,3 miljard Chinezen halt. En denk aan de aardbeving in Sichuan precies 1 week geleden. Het is de eerste keer onder het communistisch bewind dat slachtoffers van een natuurramp zo worden herdacht. In Chengdu, de hoofdstad van Sichuan, laten duizenden aanwezigen hun emoties de vrije loop. Alle verkeer in de anders zo drukke Chinese hoofdstad Peking komt tot stilstand. Ook de Chinese leiders betuigen hun respect aan de slachtoffers. President Hu is net terug van een bezoek van 3 dagen aan het rampgebied. Zelfs de reddingswerkzaamheden worden even gestopt. De meeste hulpverleners zijn al een week onafgebroken in de weer. Ook nu worden nog altijd mensen levend van onder het puin gehaald. Deze man was 139 uur opgesloten. Maar het officiële dodencijfer blijft oplopen, nu al tot net boven de 34.000. Een gelijk aantal mensen is nog vermist. Door landverschuiving zijn nog altijd verschillende dorpen en stadjes niet ver van het epicentrum afgesneden van de buitenwereld. Deze mensen hebben een voettocht van vele uren achter de rug. De herstelling van de wegen is overigens niet zonder gevaar. 200 hulpverleners zouden al omgekomen zijn door nieuwe landverschuivingen en